leeftijd. Roos, Irma en Stephanie. En hoe oud zijn jullie? 19. 20. Ik ben ook 20. Oké, sporten jullie ook? Ja, wat voor sport beoefenen jullie? Ja, ik doe alleen de afloop. Ik doe aan dansen. En ik begin vanavond met hardlopen. Oké, en wat vinden jullie dat de overheid genoeg doet voor sport? Dus genoeg aanbod voor sport heeft? Ik weet eigenlijk niet heel erg wat de overheid ermee doet. Nou, de beweegnormen van 30 minuten per dag. Sporten. Of reclamesport. Ja, je ziet dat ze dat worden. Precies. Lukt dat bij jullie? Nee. Nu wel. Niet? Niet elke dag? Ja, 4-5 keer in de week. Jawel. 30 minuten bewegen? Ja, 30 minuten actief bewegen. Ja, dat lukt wel. Ja, en de overheid die motiveert de scholen ook aan om sporten te stoppen. Ja. Merken jullie dat de gemeente ook actief bezig is met sporten? Wat was de vraag? Of de gemeente actief bezig is om sport te promoten, om jullie aan te zetten tot sporten? Tegenwoordig nu niet meer, maar vroeger wel. Ja, bij ons is het natuurlijk wel. Ja, dus even. Hoe merken jullie dat dan? Jij zei dat het vroeger wel zo was? Ja, vroeger ik kon vroeger gratis 1 of 2 keer of 3 keer bij een sportvereniging naar sport om te kijken of het leuk was. En dan kon je elke keer wisselen om te kijken of het wat voor je was. Maar dat is nu niet meer zo. Dus ze doen het wel, maar wel vaak bij jongere mensen. Jij zegt dat het een afsnijden wel zo is? Ja, maar dat was voor Paralympics volgens mij. Toch? Ja, maar ook nog op toernooien. Ja, dat hadden wij ook wel eens gedaan. Oké, en dat activeert je wel tot sporten, of dat zit je wel aan tot sporten? Ja. Dat je dan denkt van, ik moet toch wel mee. Ja. Zijn jullie ook tevreden over de accommodaties, zoals ACLO, jullie de voetbalvereniging, volleybal? Zie je dat er echt achterstand is qua materiaal? We hebben alleen koude douche. Nee, ik vind het op zich wel prima. Ja? Ja. Ik hoop. Luistert de gemeente ook naar de vraag van sporters? Bij ons wel, want er was heel veel vraag naar een beachvolleybalveld. En die hebben ze nu ook in de zomermaanden en in het voorjaar hebben ze dat geregeld dat er dan is. Wel zo geveegd. Dus wat dat betreft wel. Hey, vind je het wel goed met leven? Mm-hmm. Wat is een uniek aan Groningen? Wat is echt een uniek punt? Ik denk wel de ACLO. Ja, ook. Je hebt het best gezien, man. Ja, best wel veel. Je kan ook verschillende dingen doen voor de belangrijkheid. Zijn er nog meer dingen waardoor studenten misschien naar Groningen gaan in plaats van naar Zwolle om de studie te volgen? Gezellig. Groningen staat toch wel bekend in de studentenstad, hè? Dus ja. Is zo. Hoe denken jullie dat de gemeente hier goed op kan inspelen, zoals een paar unieke punten? Dus jullie noemen dat de ACLO een uniek punt is. Nu aan Groningen. Hoe kan de gemeente hier goed op inspelen? Wat bedoel je daarmee? Hoe kunnen ze goed de studenten promoten, of Groningen promoten aan de studenten? Ik denk zeg maar door veel activiteiten in de KIB. Ja, als dan ga je met mij mee naar dingen te proberen, misschien klaar met gaan. Misschien een keer gewoon klassen of zo laten meedoen. Dan moet je vanaf dat niet lopen. Gewoon betrekken bij meten dingen. Ja. Oh, dat was het dan. Hartstikke bedankt voor jullie tijd. Ja, bedankt.